Wat een superstart vandaag. Ja, dat was een mooie start met flitsend voetbal en gelijk 2-3 goals. Ja, geweldige wedstrijd. De eerste helft was echt van ongekende schoonheid. Hoe we speelden, de helft heb ik zo goed nog niet gezien dit seizoen. Op de manier zoals we speelden. Het afjagen, het pressie maken, iedereen deed mee. Ja, daar kon gewoon niet onderuit komen. Dan een paar prachtige goals erbij. De eerste helft genot voor het publiek. De tweede helft was wat minder. Dat had ook te maken met Groningen. Die ging toch nog wat meer terugspelen. Minder ruimte afgeven. Toen werd het meer een positiespel in plaats van dat we op jacht gingen naar de zesde. En jij zelf ook. Het gaat hard nu, hè, met assists en doelpunten. Ja, ja, gaat goed. Alleen tweede helft wou ik nog iets meer brengen, maar dan ging het niet zo goed. Het veld zag natuurlijk geweldig eruit. Nat, glad. Ja, en daar wisten wij wel raad mee. Dus u heeft genoten? Ja, ik heb de eerste helft echt genoten. En de tweede helft zit u dan ontspannender op de bank? Maar ja, ook irriteerde me op de manier zoals we die tweede goal. Ja. Twee goals weggeven was totaal onnodig. En 5-0 of 6-0 klinkt weer beter als 5-2. Ja, dat klopt. Maar niet zo die erop letten. Wij moeten sowieso die tweede plek halen. En wat er dan nog verder in zit, ja, dat zien we dan wel. En jij bent aan het scoren de laatste weken. Is dat iets omdat je dichter bij de goal komt? Of omdat je vaker in de positie komt? Ja, dat denk ik aan. Dat, ja, het schot heeft er altijd wel ingezeten. In de vorige periode PSV heb ik ook een aantal malen van afstand gescoord. En dat gaat nu vrij aardig. Maar het is inderdaad zo dat je als je vaker in die positie komt en het elftal loopt, ja, dan kun je ook, dan kun je ook schieten. En dan moet je ook tussen de palen schieten. En Van Bommel, als u nog advies mag geven, moet hij blijven? Ja, dat zei ik net ook al voor de televisie. Ja, dat moet Mark zelf bepalen. Maar zoals hij vandaag speelde, was het echt een hele grote klasse. Ja, het zou mooi zijn. Ik denk dat hij vandaag heeft genoten en dat het een mooie dag voor hem was. En dan komt hij toch, die publiekswissel en het applaus en het minutenlange gezang en de spandoeken. Je moet blijven. Ja, dat is mooi. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat ze zo voor mij zongen, zo lang en zo hard. Ja, dit doet me wel eens. Je collega's op de bank deden ook mee. Of zag ik dat verkeerd? Nee, dat klopt, ja. Ja, dat was wel heel leuk. Ja. Het tekent ook de sfeer. Ja, en wat ik hoorde, volgens mij spelen ze op het veld ook. Oh. Ja. Heb je de knop al doorgehaald? Nee. Heb je termijnen voor jezelf in gedachten van wanneer dat je dat definitief gaat doen? Nou, ik heb er al een aantal jaren gedaan. Bij Bayern München heb ik een aantal jaren een 1-jarig contract getekend. Bij AC Milan hetzelfde. Zelfs een 5 maanden contract in mijn eerste tijd bij Milan. Dus wij gaan met de club gewoon samen zitten. En wanneer dat is, dat weet ik niet. Ik schrijf het heel tijd voor me uit. Zeker nu ook naar de bekerfinale toe. Maar het is ook zo dat de club graag duidelijkheid heeft en dat begrijp ik ook wel. En jij voor jezelf misschien ook wel? Ja, maar ik ben het wel gewend, wat ik net al zei. Dat ik een aantal jaren pas na het seizoen of heel laat in het seizoen een contract heb gekregen of een keuze heb gemaakt.